wat wij tegenwoordig steeds meer zien, door allerlei verschillende krachten, is dat het open karakter van het net steeds meer wordt aangetast. De strijd tussen het individu, die eigenlijk juist door het open internet allerlei netwerken kan bouwen, allerlei contacten kan opdoen, toegang tot informatie kan krijgen, zich vrijer kan uiten dan in een gesloten samenleving, aan de ene kant. En aan de andere kant die regeringen die toch top-down die controle willen houden. Dat zie ik als een strijd die zich eigenlijk op en rondom het internet afspeelt. Dus kan je niet echt zeggen dat het internet daarmee stuk is. Maar er zijn wel een heleboel mensen bezig om op die manier het internet wat open was toch stuk te maken. Ik hou van een vrije democratische rechtsstaat. Een staat waarin je als burger wat te zeggen hebt. En over grote delen van je leven een soort van eigen autonomie hebt. Die verder vinden we wereldwijd belangrijk. We hebben mensenrechten, we hebben het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. Daar zijn een aantal dingen, een aantal rechten gedefinieerd, waaronder een recht op privacy of een recht op een privésfeer. En een recht op vrijheid van informatie. En die twee rechten die staan in de huidige situatie met hoe technologie zich ontwikkelt, een soort van permanent onder druk. Ja, wat stuk is dat het geen governance heeft. Geen democratische governance. Het is in handen van bedrijven en intelligence services. En dat maakt het heel gevaarlijk, inmiddels. En dat eigenlijk in elk systeem op dit moment venture capital de drijfveer is. En dat dat dus de social, dat is de waarde voor investeerders belangrijker is dan waarden die gaan over maatschappelijke vraagstukken, sociale vraagstukken, mensenrechten, grondwet, dat soort zaken. Die zouden echt centraal moeten stellen bij het ontwikkelen van technologie. Ja. Maar die ontbreekt op dit moment in bijna alle agenda's. Als ik de huidige situatie bekijk in het internet, is Google de meest opvallende en de meest gevaarlijke dus ook. Maar het gaat gewoon erom dat alle informatie over individuen die ergens geconcentreerd wordt, dat is erg. En een heleboel van de protocollen zijn niet veilig. En het is vrijwel, het is moeilijk om anoniem over het internet heen te gaan. En dat zijn dingen waar we nu eigenlijk pas achter komen dat problemen beginnen te worden. You first need to realize there is no privacy on the internet. And you need to realize also that the even security on the internet is by and large one big happy illusion. Het kapotte aan internet is met name denk ik dat je gewoon geen enkel onderdeel meer kan vertrouwen, dat er geen achterdeur in zit. There are many backdoors for mostly the industry or the governments that like to observe and predict what bad can happen in their systems. Ik zie eigenlijk dus twee trends. De ene trend is gegeven al dit soort aanvallen wordt het vertrouwen van de normale mensen in de straat in het internet steeds lager. Ze krijgen steeds meer te maken met internetcriminaliteit. En in ieder geval pogingen daartoe. Dus je vertrouwt dan maar steeds minder. Ondertussen gaat de government, de overheid, de banken, de industrie enzovoorts alleen nog maar via het internet communiceren met society, met de mensen.